Ja, Welkom! We gaan weer verder met de volgende les, les nummer 4 uit serie 5, wat over het boek Handelingen gaat. Les 1 gaat dus over de, dat handeling is een voortzetting Les 2 is dat het boek Handelingen een, 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 een overgangsboek En de derde les was drie belangrijke gebeurtenissen in het boek Handelingen. Er zijn drie hele belangrijke, belangrijke dingen gebeurd toen. En de vierde les, dat gaan we vanavond doen, dat gaat over het boek Handelingen. Dat het een heel belangrijk overzicht van de struikeling, de val en de vermindering van het volk Israël eh, weergeeft. Het geeft door middel van de apostel Paulus een overzicht van de gebeurtenissen van die drie punten. En gaan we mee naar Romeinen 11 vers 11, waar we die drie belangrijke elementen zien staan. De struikeling, de val en de vermindering. Um, helaas is het zo dat, dat je dat bijna nergens hoort. Uh, misschien mensen die een beetje dicht bij de bedelingen leren, zoals wij dat uh, leren zitten. Maar ook daarin, toevallig heb ik er veel mee te maken gehad de laatste tijd door contacten. Uh, dat je denkt, hé, hey, men lijkt wel of we het hetzelfde verkonden. Maar dan blijkt uiteindelijk dat niet zo te zijn. En dan juist dat punt ontbreekt vaak. En als je dat niet begrijpt, dan begrijp je de positie van het volk Israël in de bedenking der genade niet. En dan zonder het boek Handelingen zou je het ook niet begrijpen. En het is via de Apostel Paulus die het ons uitlegt. Want die legt het namelijk uit in dit vers. En het boek Romeinen is in Handelingen geschreven. Dus hier heb je Pinkster met Peter Handelingen. En in die tijd, na het begin van Apostel Paulus, heeft hij verderop ik, uh, openbare uh, handelingen... Ik weet even uit mijn hoofd niet meer helemaal zeker, 18 of 19, 18 dacht ik, dat hij Romeinen geschreven heeft. Dus dat is, uh, heeft hij al een heleboel reis achter de rug. Uh, maar toen heeft hij dat geschreven. Nou, laten we het even lezen. Dus Romeinen 11 is geschreven in die periode waarin hij beschrijft de situatie van het volk Israël. Twee dingen zijn al gebeurd en de derde is op dat moment aan de gang. Nou, kijk met mij mee in Romeinen 11 zelf, zo zeg ik dan. Hebben zij, is er ook gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verder. Maar door hun val is de zaligheid ten heidenen geworden, om hun tot jaloezie te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot uw heidenen, zoveel ik de heidenen-apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Dus je ziet hier die dingen staan. Hebben zij gestruikt op dat zij vallen zouden? Nou, nee, dat was niet de bedoeling. Het is niet zo. Zij gestruikt met de bedoeling dat ze zouden vallen. Maar dan zien we daarnaast staan, door hun val, is de zaligheid. Dus uit, ze zijn ook wel weer wel gevallen. Maar wanneer dan? Nou, dat is niet zo moeilijk te onthouden, want ik ben zelf. Wel eens ook tegen een tegel, toen ik wandelde, die een beetje omhoog stond, ben ik daar tegenaan gestoten en toen struikelde ik. Maar ik ben niet gevallen. Dus je kan struikelen zonder te vallen. Maar je kan ook struikelen en dan val je wel. En dat is bijvoorbeeld naar mijn schoonvader gebeurd. Die struikelde over zijn tegel en bam, dan lacht hij. Nou, en dat is het punt. Israël is gestruikeld. Ze zijn dus niet gelijk gevallen. Net zoals ik dus. Maar uiteindelijk zijn ze dus na die struikeling toch als het ware niet opgekrabbeld. Maar uiteindelijk, niet direct, maar later, zijn ze toch gevallen. En dan zie je die vermindering. Dus als je ziet, punt 1: Israël struikelde maar viel niet. Punt 2: Israël struikelt, uh, valt, sorry. Zeg ik nou goed net? Ze struikelden, maar ze vielen niet. Dus punt 1. Punt 2 is: Israël valt zeker. Ja, is gevallen. En dit resulteert weer in de redding die naar de Heine gaat. Want je ziet hier staan: door een val, dus nu is het een feit, is de zaligheid de Heine geworden. Let op: de val, een, een val, voelt altijd naar de struikeling. Een struikeling vindt nooit plaats na de val. Dus als je hier over Israël spreekt, wacht even. Ja, inderdaad, dat klopt natuurlijk. Je kan niet eerst vallen en dan struikelen. Het is altijd, je struikelt, of je komt overeind, je blijft overeind, of je valt. Maar het kan nooit andersom zijn. En in die volgende staat het ook. Israël is dus gestruikeld en daarna zijn ze gevallen. En dan krijg je de volgende fase, nummer drie, dan krijg je de verminderingfase van Israël... En die gaat helemaal door tot aan het eind van de boekhandelingen. En Paulus schrijft dat in de Romeinenbrief, in die fase, dat ze in de vermindering zijn. En wat betekent dat nou allemaal? Nou, dat gaan we dus nu bekijken. Ik ga dus met, in deze les, les 4, gaan we eerst 4.1 uh, behandelen. Dat is de struikeling. En de volgende les, en dan doe ik die twee samen waarschijnlijk, 4.2 en 4.3. Dan gaan we het over de val en 4.3. De vermindering hebben. Maar nu beperk ik mij tot de struikeling 4.1. Nou, kijk met mij mee in Romeinen 9, vers 32. Vers 30. Wat, waarom zijn ze nou gevallen? Nou, let op. Wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, toch de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet dus zochten uit het geloof, maar als uit de werkende wet, want zij hebben zich gestoot aan de steen is aanstoots. De steen is aanstoots. Die, die steen, waar ik ook tegen aanstootte, waardoor je struikelt, dat is ook een steen van struikeling dus. Gelijk geschreven, zie, ik leg in Sion. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus het is al in het Oude Testament geprofiteerd dat Israël, en ik heb het over het volk, hè. let op. Het volk. God gaat in Israël een steen des aanstoots. Dat is Christus. Voor de ongelovigen is die dus een steen des aanstoots. Nou, Israël is dus als volk niet gelovig geweest. En hebben zich dus gestoten aan die steen. Een der ergernis. Alleen als je in hem gelooft, dan zal je niet beschaamd worden. Maar het gaat hier over het volk Israël. Want er waren natuurlijk Maria. Eh, zijn broeders geloofden niet in hem, later wel. Maar eh, de, de apostelen, behalve Judas natuurlijk. En meerdere die wel in die Jezus geloofden. Ja? Dus die zijn dus niet gestruikeld. Maar het volk als zodanig, daar was het de bedoeling van. Dat ze gered werden, natuurlijk. Hè? Maar dat uh, hebben ze. Ze hebben de, de, de kruising van hem juist geëist. Nou, dus met andere woorden. Omdat Israël. Dus ze, ze, ze hebben zich gestoten. Ze hebben zich gestoten aan de stenen aanstoot... En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar je ziet hier. Zij, in vers Zij zochten die niet uit het geloof de rechtvaardigheid. Maar uit de werken. En daarom hebben zij zich gestoten aan hem. Want Christus laat zien. Dat zij dus niet gerechtvaardigd werden door de werken van de wet. En daarom hebben ze zich daaraan gestoten, want zij dachten het wel uit hun werken. Dat ze daardoor gered werden, omdat ze het uitverkoorde volk waren, dat ze besneden waren. En wij zijn dus uh, wij zijn gewoon gered. Nee, dat zijn ze niet. En daarom is die voor hun, die steen dus aanstoot. En omdat Israël als volk dus niet door het geloof wandelde, faalde het volk Israël, Christus als hun Messias te herkennen. En struikelden ze daar bij de kruisen. Ja, ze hebben geëist dat die gekruisigd werd. Kruiser, kruiser, kruiseren. Ja? Dus die struikeling is daarmee een referentie naar hun verwerping en de kruisiging van Jezus Christus. Daar gaat de referentie naartoe. Ik moet even kijken in verband met mijn schoondochter in Frankrijk... Uh, die dus nu onverwachts... een keizersnede uh, krijgt... wil ik toch eventjes... Uh, wel op de hoogte gehouden worden. En, en ja, ik zie mijn schoonzoon... een beetje droevig kijken. Dus die mag daar niet bij zijn. En we hopen binnen maart... dat dat uh, goed zal verlopen natuurlijk. Um, even kijken. Dus ik moet wel even bij de les blijven nu. Dus let op... Ondanks dat Israël dus gestruikeld is bij het kruis. En ze hebben zich gestoot aan hem. Zou je denken, zou, nou komt de toorn over dat volk. Dus ze zijn bij het kruis gevallen. Nee, ze zijn gestruikeld. Absoluut. En ze zijn bij, die, bij het kruis. Niet, ondanks dat ze gestruikeld zijn. Heeft God ze niet opzij gezet bij het kruis? Helemaal niet. Dat is niet gebeurd. Overduidelijk is Pinksteren. Ja, en, dus, en het begin van handelingen, dus Pinksteren, plus het begin van handelingen, dus na Pinksteren kregen nog dat de apostelen het gingen verkondigen, was Israël dus um, niet in de periode van maar nu beland in de bedeling der genade. Dat is absoluut niet het geval. En een van de grootste fouten. Die de kerk en het lichaam van Christus maakt, vanaf de vanaf apostel Paulus tijdens zijn leven eigenlijk al, is dat dus het lichaam van Christus bij Pinksteren begonnen zou zijn. Laatst zei heb ik een beetje te maken gehad met. Uh, ik kwam uh, een uh, gelovige tegen. Uh, um, Verschillende genade, of nou, gemeentes, een, een aantal gemeenten in Nederland, die ook heel veel over Paulus praten. En toen dacht ik, hé, hey, dat is ook bijzonder, waarom ken ik die niet? En toen heb ik dus contact gezocht. En dan zie je dus, dan, dat, dan heb ik dus achtergekomen dat men veel over wel Paulus praten, en sommige dingen zijn ook echt goed, maar dat men bijvoorbeeld een aantal dingen leert, dat je denkt, hé, hey, dat kan helemaal niet, want dat toen was het lichaam van Christus nog niet begonnen. En dan zie je dus dat men. Je weet dan op een gegeven moment niet wanneer is het wel en niet begonnen, als je niet duidelijk ook de val van Israël en de struikelingen, maar ook de val van Israël ziet. En dan ziet men het meeste dus, de meesten zien het, en ook waar ik het net over had, een groepering. Dan zien die de kruising als de val, en dan, ja, dan is vanaf dat moment gaat dan uh, zeg maar, de kerk beginnen. En, en, en ja, ik heb allerlei soorten leerlingen erover gehoord, maar het is compleet onduidelijk, ik hoor dus niets daarvan over de val en de stijging. dat wordt gewoon niet uitgelegd en dan zodoende tast iedereen eigenlijk maar een beetje in de duizend ze weten niet wat ze mee aan moeten men zegt, ja, bij het kruis is gevallen dat is niets is minder waar dus Israël zat zeg maar in het begin van de handeling, inclusief Pinksteren zeg maar tot Stefanus zaten ze nog in die fase dat ze in die struikeling zaten. En de grootste fout van de kerk is dat zij dus Israël, eh, het lichaam van Christus, zeg maar, bij Pinkster laten beginnen. Nou, we gaan nu, eh, dit is dus les 4.1 en dan gaan we naar 4.1.1, ja, onderverdeeld in een aantal punten nog, eh, om even een paar dingen te gaan zien met elkaar eh, over die val of de struikeling van het volk Israël. Nou, 4.1.1. Pinksteren was geen geheim, maar de definitieve vervulling van profetie. Kijk met mij mee in Handelingen 2 vers 16. Handelingen 2 vers 16. Nou, wat zegt Peter staan met Pinksteren? Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Met andere woorden, vertelt hij over... Het zal in de laatste dagen zijn, zegt God. Ik zal uitsluiten van alle geesten. Maar waar het mij om gaat is dat, dat Petrus haalt Joel aan, honderden jaren ervoor geschreven. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joel. Dus je ziet hier dus duidelijk: het is helemaal niet geheim. Het is een vervulling van profetie, al honderden jaren daarvoor geschreven. En kijk met Efees 5. Dan zien we dus heel wat anders. Daarom kan de, kunnen wij nooit in Pinkster voorkomen. Uh, Efeze 3, vers 5. Hij heeft het over welke in andere eeuw de kinderen en de mensen niet is bekendgemaakt, maar gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostel en profeten door de Geest. Apostel en profeten, dat bedoelt u mee, uh, die in de bedeling der genade uh, waren, maar ook die het zijn uitgelegd, uh, later door apostel Paulus en verlichting kregen door de Heilige Geest. Maar dit waar wij, wij nu in leven, de bedeling der genade, die is. Uh, Kijk, in vers 2 heeft hij ook de genade. En in vers 3 op, door openbaring bekendgemaakt, verborgenheid. En die is dus in andere eeuwen verborgen geweest. Ik zie ook in vers 11 staan. En alle te verlicht dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God zie, het is allemaal verborgen. Verborgen. Met Pinksteren was het niet verborgen. Dat is al lang in het Oude Testament geprofiteerd. Handelingen 3, vers. Dus daarom, wat ik net las, dat gaat over het lichaam van Christus. Of de kerk, zo wil. Kan nooit. Dat was verborgen. Handelingen 3, vers 21. Dan zien wij staan. Petrus in een toespraak. Dan spreekt hij over Christus die u tevoren gepredikt in vers 20, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Zie je het? Dus uh, Christus die is ontvangen, dus de hemelvaart, uh, totdat hij weer zal terugkomen. En dat is allemaal door de mond van zijn heilige profeten opgeschreven. Maar kijk, als wij naar Romeinen 16, vers 25 gaan, en dat is in handelingen geschreven. En dat is na de bekering van apostel Paulus. Dan is er dus iets veranderd. Romeinen 16 vers 25 dan zegt hij. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Zie je het? Hier zie je. Um, hij moet hem ontvangen tot de wederoprichting richting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Ik weet niet of ik dat net ook las, of ik dat vergat. Dus vanaf van alle eeuwen. Dus in alle eeuwen is daar al over gesproken. Paulus zegt, nee, het is van de tijden eeuw zegen geweest. Dus in al die eeuwen is daar absoluut nooit over gesproken. Kan je niet vinden in het Oude Testament. Kijk, in Romeinen, uh, Handelingen 3, vers 24, allemaal in die tijd in de begintijd... dat Israël gestruikeld is. En dan zie je in 3 vers 24... ook al de profeten van Samuel aan... en die daarna gevolgd zijn... zoveel als er hebben gesproken... die hebben ook deze dagen verkondigd. Zie je die dagen van hebben? die zijn allemaal toen al... in het Oude Testament kan je die terugvinden... is over geprofiteerd. En dat is allemaal in het begin van het boek Handelingen. Nou, wat zegt Colossens 1 vers 26? Ik kan ze jullie allemaal opgeven... maar ik lees ze gewoon even met jullie... Dan doen we er maar iets langer over. Colossens 1 vers 26. Nou, dan zegt hij in vers 26, namelijk... Dan gaat het ook over ons. Kijk, in vers 23, 24 heeft hij het over... van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente? Nou, dat zie je met Pinkster ook nergens staan, hoor. Dat dat het lichaam van Christus is. En dan zegt hij in vers 25, daar is hij de dienaar de van. En dan zegt hij waarvan, van die vers 26, de verborgenheid, weer die verborgenheid, die verborgenheid is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan zijn, zijn Heiligen, dat zijn wij. Verborgen van alle eeuwen, dat is de tijd, dus vanaf dat er eeuwen begonnen zijn, vanaf uh, voordat de aarde geschapen werd, dat, uh, voordat toen eeuwen begonnen. En ook voor alle geslachten. Dus je ziet hier ook duidelijk absoluut niets met. Profetie te maken, Pinkster is geprofeteerd, kunnen wij nooit hier voorkomen, want wij zijn namelijk absoluut, komen wij niet voor in profetie van het Oude Testament. En dan zie je ook Romeinen of Handelingen 3, vers 25, gij lieden, zijt kinderen der profeten en des verbonds dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Nou, kijk bij mij in Romeinen 5, vers 11. En dan zie je staan. En niet alleen dit, wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nou, zij zijn kinderen van de profeten en van het verbond. Ja? En dan zie je, in uw zaad zullen alle geslachten de aarde gezegend worden. De heiden in Israël. Ja, in, in Christus, Israël wat in Christus is dan zullen alle geslachten van de aarde redding krijgen, maar we lezen heel duidelijk in Romeinen 5 zelf dat wij hebben door Jezus Christus nu, nu in de manu-tijd in de bedenkende genade-tijd als je Romeinen schrijft, hebben wij de verzoening gekregen ja? en dat is rechtstreeks door het geloof in Jezus Christus en niet via Israël en dat is dus al die tijd ook dus uh, niet mogelijk geweest, want je ziet hier ook in vers 26 van Handelingen 3, God opgewekt hebben, in zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, zie je, dat hij uw lieden, Israël, zegenen zou, daarin dat hij eigenlijk van u afkeerde van uw boosheden. Zie je dat? Eigenlijk heel Israël, dat hij eerst gered zou worden. En dan komen de heiden aan de beurt. Nou, is Israël gered in die tijd? Nee. Nee, helemaal niet. Dus nu krijgen we het tweede punt van 4.1, uh, uh, de struikeling. Met Pinksteren. Uh, pinksteren is een Joods feest, wat geassocieerd is met de verlossing en koninkrijkskalender van het volk Israël. Kijk met mij mee in Leviticus 23. Ik weet, wij zeggen allemaal Pinksteren en iedereen weet niet beter daar is het begin van de kerk... Eh, wat, is, maar wat is Pinkster dan? Ja, dat is de uitstorting van de heilige geest... wordt altijd gezegd, ja, dat klopt... maar wat is Pinkster? Is dat het feest voor, voor de heidenen? Helemaal niet. Het was een Joods feest. Leviticus 23, vers 15. Kijk. Dat zijn de feesten. Pascha en dan krijg je in vers 6... de ongezuurde broden... En in vers, uh, Even kijken. Dan zie je ook vers 15. Daarna zult gij u tellen, van de andere daags naar de sabbat, dus na paasga, van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben, het zullen zeven voorkomen sabbaten zijn. Dus 49 dagen. En de, tot de andere daags, dat is de vijftigste dag, na de zevende sabbat zult gij, kijk, 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijs over de heren offeren. Gij lieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen. Zij zullen van twee tiende meelbloem zijn. Gedezen zullen zijn gebakken worden. Het zijn de eerstelingen, de zeren. Zie je, dat is het feest voor Israël. Dat is een feest wat Israël moest gaan houden. Elk jaar. Gij zult ook met het brood, nou zie je, dan moet je een rundoffer, een rammenoffer, een brandoffer, een drankoffers enzovoort. 6,19, de de geitenbok, en zondoffer enzovoort. En in vers 20 zal de priester dezelfde met het brood der Islingen ten beweeg offer voor het aanzicht des heren met de twee lammeren bewegen. Nou, dat zie je dus allemaal. Eh, ceremonies, offers um, en twee broden. Dat is een teken van uh, de, twee de twee in de tien stam van Israël zullen weer herenigd worden. Nou, en dan zie je daarna in vers 23 het feest des geklanks eh, van de bezuinen. Vers 26, daar de grote voorziendag. En daarna het feest. Dat is, dat is de, de verlossingskalender van het volk Israël. Al die feesten hebben daar allemaal een betekenis uh, in. En dat het wijst op het volk Israël. En in die feesten. Hun verlossing tot en met, uh, vanaf Paschal tot en met het koninkrijk. In Christus vervuld gaat worden. Maar het gaat allemaal over Israël. Het is niet aan een heiden gegeven. Absoluut niet. Kijk ook bij mij in Deuteronomie 16, en 16. Het is voor het volk Israël. Dat zegt de Leviticus. Dat is als uh, dus de woestijn uh, op weg naar het beloofde land. Daar zijn ze uiteindelijk niet ingegaan. Het heeft 40 jaar geduurd. En dan komen ze weer aan de grens van het beloofde land. En dan bij de Jordaan ten oosten daarvan. En dan willen ze het land intrekken. En in zin 16 vers 16 wordt het nog een keer herhaald. Drie maal in het jaar. Deuteronomium de 16 vers 16. Drie maal in het jaar zal alles wat er mannelijk onder is... voor het aanzetten, zeer u schots verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden. En op het feest der weken. Nou, dat is het wekenfeest. Dat is Pinksteren. Dat is die vijftig dagen. En dan zie je ook de het, Elk van die feesten. Behalve dan het feest der weken. Dat is één feest. Het feest der ongezuurde broden. Dat is paarscha. Dat bestaat uit drie feesten in één. En het laatste uh, is ook drie feesten in één. Maar goed, je ziet hier dus duidelijk. Het, het gaat. Dat is aan Israël gegeven om dat te houden. En het is absoluut geassocieerd met uh, het programma wat God met Israël heeft. En dat begint met Pascha. En dan zie je al die feesten met allemaal ceremonieën en dagen en inzettingen... ...dat ze die elk jaar moeten houden. En dan zie je uiteindelijk, denk aan het Pascha. Waar is dat in vervuld? In Christus. Hij is het paasland. Hij is het gaat tenslotte, toch? En dan zie je ook het feest der eerstelingen. Ja, dan zie je ook eh, al dat soort dingen. ongezuurde broden. Ja, eh, zonde moet weggedaan worden. Christus heeft de zonde aan het kruis weggedaan. Eh, al soort dingen. En ook het feest der loofhutten. Dat is als je in het koninkrijk zit. Dus dat heeft allemaal met hun te maken. Dus hoe komen wij er nou bij om Pinksteren op, het, op de kerk toe te gaan passen? Dat is absoluut niet het geval. Israël zit namelijk niet, niet... ze is niet gevallen... ze zitten nog in die struikeling. Het is, en Pinkster is een joods feest. Heeft dus daar allemaal mee te maken. Niets met ons van doen. 4.1.3 over Pinkster. Met Pinkster was Israël dus nog niet opzij gezet... en nog steeds het kanaal... het zegenkanaal voor de Heidenen. Uh, kijk in Handelingen 2 vers 14. Handelingen 2 vers 14... Maar Petrus staande met de elf, zie je, dat zijn de twaalf, dus trouwtaal, en, en, en sprak tot hen, gij joodse mannen, zie je wel? Hij spreekt tegen de joodse mannen, iedereen die in Jeruzalem woont. Kijk in vers 8 tot en met 11, zijn allemaal joden of joden genoten? Dat zijn proselieten, joden en heiden die het joodse geloof hebben aangenomen. Dus zijn ook joden, joden genoten, ja? Dus daar zie je geen heiden. Dus, oh ja, nee, het is ook een Joods feest. Dus hij spreekt tegen de Joodse mannen. In vers 22 spreekt hij: kijk, gij Israëlitische mannen. En dan zie je verder ook in vers 36. Zo weet dan zekerlijk het ganzenhuis huis Israël. Dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Het staat helemaal niet het ganzenhuis huis Israël en alle Heidenen. Nee, Israël. Die moet weten dat God hem tot een Heer en tot een Christus, het Messias gemaakt heeft. Hij is hun, hun Messias van het volk Israël. Dus ja, duidelijk kan het gewoon in. Kijk ook in handeling 3, vers 25. We hebben het eigenlijk net gelezen. Mijn verhaal. Dan zie je ook wat we hebben net gelezen. Zij zijn kinderen van de profeten en van het verbond. Zij, Israël, ja. En hij heeft ze eerst tot u gezonden. Christus komt tot de verloren schaam van het huis Israël. Om hun te zegenen. Daarin dat hij in ieder geval van u afkeerde. Van uw boosheden, Dus Israël met Pinksteren. Moet zich bekeren. Zodat ze van hun boodscheden afgekeerd worden. Dat ze hun zonde vergeven worden. Dat is met die doop. Als Peter ze daartoe oproept. Maar goed, dat is dus even duidelijk. Israël is dus. Met, nog steeds is God met het volk Israël bezig. Want ze krijgen zich de kans. In Handelingen 2, vers 38. Zich te bekeren. Door zich te laten dopen. Kijken we in Handelingen 5, vers 32. Um, ja. Dan zegt hij tegen de leiders in vers 30, vers 35. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangen hem aan het hout. Dus dat is natuurlijk een, een vreselijke misdaad. Deze, door God, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, Basata, om Israël te geven bekering en vergeving in de zonde. Wauw. Dus als Israël echt gevallen zou zijn, dan zou er toorn gekomen zijn over dat volk. Maar daarom marie ze op, omdat ze zich zouden bekeren en eh, een, een vergeving van zonde zouden krijgen. Zie je het hier ook, om Israël te geven bekeren en vergevende zonde. Het staat helemaal niet heidenen. Je ziet ook helemaal dat ze in, in die tijd niet naar de heidenen gaan. Um, en wij zijn zijn getuigen, de apostelen, van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Allemaal de context van het volk Israël. En met andere woorden, Israël is nog niet opzij gezet. Israël, de toorn is nog niet over te volgen gekomen, omdat ze hem gekruisigd hebben. Integendeel. Kijk in Holling 2, vers 38. Want ze zeggen in vers 37 aan het eind: Ja, wat moeten wij dan doen? Hè? We hebben hem gekruisigd. Nou, dan zegt hij, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeven de En gij zult de graan van de Heilige Geest ontvangen. Dus ziet hij met Pinksteren. En daarna ook nog is hij nog steeds met het volk Israël bezig, ondanks dat ze gekruisigd hebben. Maar ze mogen zich bekeren. Daarom. Zodat ze ze niet zullen vallen. Want dan komt de, dan komt, dan komt de toren. Nou vergelijk dat met handelingen 3 vers 28. Gelater vers 28. Ja. Uh, ja. Kijk. Vers 26. Gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. Zeg je tegen de gelaten. Dat zijn heidenen. Gelaten, dat is een gemeente in de streek. Dat is gelaten. Dat zijn diverse gemeentes in de streek Galatië. In Turkije. Heidenen. En zoveel als gij in Christus gedoopt hebt, heeft gij Christus aangedaan. En wat is dan. He, Gelaat is ook in het boek Handeling geschreven. Na de bekering van apostel Paulus. En dan zie je dus, wacht eventjes. Dat is een tijd na Pinksteren. Maar dan zie je ook dat Israël dus niet, niet meer als volk zijn in het verhaal voorkomt. Want nu iedereen die gelooft, zie in het lichaam van Christus. Daar is nog jood, nog Griek in, Nog dienstbaar, nog vrij. Geen man, geen vrouw. Hij zei het allen. één in Christus Jezus. Dus in, in het lichaam van Christus. En zie je aan de gelaten, dat is buiten het landsgrens van Israël... zie je dat nu geen verschillen tussen Jood en Griek. Met andere woorden, God is dus niet meer met het volk Israël bezig. Maar dat, was, dat is een tegenstelling in het boek Handelingen. Het gelaten is dus ook in Handelingen geschreven. Maar dat hij dus met de, met de heidenen absoluut in de hoofdstukken van Handelingen... nog niet naar de heidenen was hoor, absoluut niet... Nee, Israël is dus echt nog steeds niet opzij gezet. En heeft nog steeds de taak om het zegenkanaal te zijn uh, naar de heidenen toe. Om hun de redding te brengen. Nou, kijk in Efees 2, vers 13. Voor die tegenstelling. Nog eentje. Efees 2, vers 13. Wat staat daar? Uh, nou, nu in Christus Jezus... ...zijt gij die eertijds verder waard... nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede... ...die deze beiden... heeft en de middelmuur des afscheidsels... ...gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt... ...namelijk de wet der geboden... ...in inzettingen bestaande... ...opdat hij die twee... ...in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen... vrede makende, En opdat hij die beide... ...Jood en Heide met God in in één lichaam zou verzoenen... door het kruis de vijandschap... daaraan gedood te hebben. Dat wil niet zeggen aan het kruis daar... op, op Golgotha, op het moment toen hij daar hing. Dat is pas later bij de apostel Paulus... bekendgemaakt door het kruis, zegt hij hier. Je ziet ook in vers 11... wij waren heidenen eertijds in het vlees. Ja? En in vers 12... wij waren in die tijd voor de apostel Paulus... zonder Christus. Dus voor de handelingen 9... ook in de evangelie... Waren de, de heidenen zonder Christus? Zonder hoop, zonder God in de wereld. Dus voor Apostel Paulus. Maar dus tijdens Pinksteren en de hoofdstukken daarna, totdat Paulus komt, is God nog steeds met, is op bezig. En dan heb je nog steeds het verschil tussen de Jood en de Heiden. Je ziet helemaal geen Heiden. Alleen hoofdstuk 10 met Cornelius, maar dat is na handelingen 9, na de bekering van de Apostel Paulus. En dan zie je wel, maar dat heeft een betekenis. Uh, maar dat, dat gaat nu eventjes te ver om daar ook op in te gaan. Maar dit is dus het, het punt, ja. Israël, daar gaat het even om, is duidelijk niet opzij gezet. Ze zijn gestruikeld, maar nog niet gevallen. Nou, krijg 4.1.4. En ook het beloofde koninkrijk van Israël werd gedurende pinksterdagen aangeboden. Als Israël gevallen zou zijn, dan zou dat nooit gebeurd zijn. Handelingen 2, vers 36. Handelingen 2, vers 36. Nou, wat zien we daar staan? Dat heb ik net ook gelezen. Nou, ik zie in vers 36. Dat Israël weet dat hij hem tot uh, God, Christus, tot Heeren en tot Christus gemaakt hebt. Deze Jezus die hij gekruisigd hebt. Vers 37 zegt: Ja, wat zullen we dan doen? Vers 38, dan zie je dat Petrus biedt de bekering aan. Dus ze kunnen zich door bekeren. Dus dan kan je alsnog gered worden. En vers 39, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verder zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Alle die daar verder zijn. Joden in de verstrooiing. Niet heidenen. Dat wordt vaak gelezen. En met veel meer andere woorden, betuigde hij en vermaande hen, Israël zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus nog steeds wordt gered van dit verkeerd geslacht. Dat geslacht wat de Messias heeft gekruisigd en die zich daar niet van wil bekeren. Maar je kan eruit komen, het liefst allemaal, maar je weet, dat is niet gebeurd, want heel Israël heeft het niet aangenomen. Maar een groep heeft zich wel bekeerd, heeft zich wel laten dopen. En die werden uit dat verkeerde geslacht uh, gered. Maar met andere woorden, je ziet hier dus, uh, het koninkrijk, dat is nog steeds, Johannes de Dope zei, het is nabijgekomen, bij Pinkster wordt het aangeboden, want Peter zegt, dit is het, wat geprofiteerd is. En dan zie je ook in hoofdstuk 3, vers 18 van Handelingen, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat is geprofiteerd. En dan betert u dan en bekeert u op dat u zonden, van het volk Israël. Nationale zonden mogen uitgewist worden als de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aanzicht des zeren. Dat is een referentie naar het Koninkrijk. Want de tijden der verkoeling, dat is met andere woorden, als het oordeel komt, dus als zij zich niet bekeren, dan zal het oordeel komen. Maar na het oordeel, dat is de grote verdrukking, dan komt de verkoeling, want de verdrukking zal heet zijn. Maar het koninkrijk dat is de rust en dan zal het de tijden van de verkoeling zijn. Dus heeft weer met het koninkrijk te maken. Dus je ziet er ook heel duidelijk dat Israël wordt, uh, nog steeds is God met hun bezig. En gedurende de piste dagen werd dat koninkrijk is ook helemaal niet gecanceld of wat dan ook. Die, ...dat ze nog vier overeind... ...want Israël was namelijk niet gevallen... ...God ging nog bezig... ...hij wilde dat ze zich zouden bekeren... ...Peter zegt ook... ...hij wil, niet dat, ze, uh, hij wil dat ze allemaal gered worden... ...en dat ze tot bekering mogen komen... ...nou 4.1.5 volgende punt... ...in verband met de, val, uh, de struikeling... ...van Peter wordt gezegd... ...ook dat het de laatste dagen zijn... ...kijk in handelingen 2... ...zegt Peter dat toch... ...2 vers 17... En dat is geprofiteerd vanuit het Oude Testament. En dan zie je dat Peter zegt vanuit Joel, dit is wat gesproken is, vers 16 door de profeet Joel, het zal zijn in de laatste dagen. Wat voor laatste dagen? <laughs> ja. Dat is dus niet de eerste dag van de kerk of het liggen van Christus, waarin nog Jood of Heiden is, geen verschil is. Dat zijn de laatste dagen van het programma. Al die eeuwen, duizend jaar heeft Israël naar het koninkrijk uitgezien. En nu is het zover... ...en Johan de Doper is degene... ...die dat mag aankondigen... Hij, hij, ...hij is de heroud van Christus. Want het is nu zover. Met andere woorden... ...het is allemaal in lijn... ...nog steeds met het Oude Testament... ...en de Evangelieën. En het zijn de laatste dagen. Het is namelijk bijna zover. En dus niet het begin van iets... ...dat er iets nieuws komt. Helemaal niet... Volgende punt, 4.1.6. Met Pinkster was er reeds een kerk, als je dat wil zo noemen, uh, in het Engels zeggen ze church. Dus ja, dat, uh, wij zeggen dat uh, kerk in uh, de staat staat gemeente. Hè. Is ook goed. Dus in Pinkster, met Pinkster was er reeds een, een kerk of een gemeente die al bestond. Geen nieuwe. De kerk is begonnen en dat doel bent natuurlijk, zoals die heen in de dagen kennen. Nee, een kerk of een gemeente die uitsluitend uit Joden bestond. En die bestond er al voordat Pinksteren kwam. Want kijk, in Handelingen 2, vers 47. En zij prezen God, dat waren degenen die gedoopt waren. Uh, even kijken, in vers uh, 41 zie je dan die zijn woord gaan aannamen. Die werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Toegedaan aan wie? Nou, kijk in 1 vers 8, dat is 15, daar spreekt hij over Petrus, die staat voor een schade te praten, voordat Peeser kwam, van 120 personen. 120 toch? Ja, allemaal geloven. En met Peeser werden daaraan dus 3000 toegevoegd, die zich lieten dopen, bekeerden. En dan zie je in vers 44, weer, die geloofden, wie zijn al die allen? Allemaal uit vers 8 tot en met 11. En de Joodse mannen. Wat Peter tegen spreekt, de Israëli's mannen. En het huis Israël. Niet de Joden. En niet de heidenen. Dus, en je ziet, hier, die worden aan toegevoegd. En toegedaan. En in vers 47. En ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zie je het? dagelijks. Die gemeente bestond al. En gemeente, let op, men denkt aan gemeente. Als je gemeente in de Bijbel leest. Dan lezen ze overal hetzelfde. De kerk. En daarom is die val. En de struikeling ook zo belangrijk om te zien. Want hier zitten we nog in de struikeling. En er is helemaal geen begin van iets. Die gemeente bestond namelijk al. Kijk in Matthäus. Um, het is dus een geprofiteerde kerk, zeg maar. Matthäus 16. Matthäus 16. Vers 18. Nou, wie kent dat niet? Daar is de Romeinse kerk op gebaseerd. En ik zeg u, zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Dat gij zei Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Ziet hier dus: bij Petrus is het begonnen. Ik zal u, Petrus, geven de sleutel van de koninkrijk der hemelen. ...en zowat gij zult binden op aarde zal in de hemel gebonden zijn... ...en zowat gij ontbinden zult op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Dan heb je dus autoriteit, gedelegeerde autoriteit. En dan zie je dus hier... Uh, ...even kijken... Ja. ...dat aan Petrus zie je... ...op Petrus gaat hij zijn gemeente bouwen. Nou, en, en, en dat is dus hier reeds begonnen. En Petrus is als hoofd aangesteld van die gemeente... Kijk, in Hebreeën 2, vers 12. Hebreeën 2, vers 12. Dat is na de brief van apostel Paulus. En dat is een brief die actueel wordt voor, voor, de, voor de Joden als wij het lichaam van Christus zijn opgenomen. Um, Hebreeën 2, vers 12. Wat zegt hij daar? Nou, zeg ik dat goed trouwens? Um, even kijken. Oh ja. Ja, zeggende, en dat is een aanhaling uit, he, uh, uit Psalm 22. Ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lossingen. Dat is geprofeteerd. Dat zegt hij in Psalm 22. Dat is wat Christus zegt of denkt. Uh, tegen, uh, of met de vader in zijn denken tot een wit. Hij weet, hij zal opstaan. En ik zal in het midden van de gemeente u lossingen. Welke gemeente is dat? Dat is de koninkrijksgemeente. En dat zie je met Pinksteren gebeuren. Die gemeente, een geprofeteerde kerk of gemeente. Dat komt uit Psalm 22 vers 23. Dus ook dat je denkt, onze gemeente, het lichaam van Christus is compleet, was verborgen. Maar ook uit al deze teksten zie je dat we nog steeds in het profetisch programma zitten. En niet in het verborgen programma wat God aan de Paulus heeft geopenbaard. Nou, dat laatste punt, 4.1.7. Het piesterprogramma is niet voor het lichaam van Christus en de bedeling der genade. Nou, kijk, verschillende geestes dopen zien wij. Kijk in Holling, 1, vers 5. Nu, alles doopt in het water, maar hij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Nou, denk aan 1 Korinther 12, vers 13. Dat is in handelingen geschreven tijdens de reis van Apostel Paulus. Maar dat is wel na Paulus, dat hij schrijft aan de Corinthiërs, veel hoofdstukken verderop. Zegt in 1 Corinthië 12, vers 13. Dat wij zijn allemaal door één geest gedoopt tot één lichaam. Dus één geest door één geest in de Heilige Geest gedoopt. Uh, in het lichaam van Christus gedoopt. 1 Corinthië 12, vers 13. Ik zei het op mijn hoofd, maar laat ik het even goed zeggen. En wat staat erachter? Want ook wij allen, al die heidense Korintjes... die daar zijn, door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus in één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij Dienstnet, het zij Vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrinkt. Zie dat? Jood en Heiden. In Korinthe waren. Uh, ook Joden in de gemeente. En die zijn allemaal door die ene geest in het lichaam gedoopt. Terwijl wij hier lezen, of in handelingen 1, vers 5, zegt hij dat zij zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Nou, en dat weten we ook, uh, want we kijken in handelingen 2, vers uh, 33. Het spreekt over Christus die door de rechterhand Gods verhoogd is. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort: Hij is degene die. Die hun doopt. Want Matthäus 3 zegt Johannes ook al daarover. Hij zal u met de Heilige Geest. Ik doop wel met water. Matthäus 3, vers 11 dacht ik. Ja, ik doop je wel met water tot bekering. Maar die naar mij komt, is sterker dan ik. Wiens schoen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest met vuur dopen. Vuur is oordeel. Met de Heilige Geest dopen. Dat is dus dat is Christus is de doper. Met, met het pinksterfeest. En dat is een, een doop... dat is een met de heilige geest dood. De nou, ontvang is dus bovennatuurlijk... Die, die, die heilige geest wordt uitgestort... en dan zie je ook die bovennatuurlijke... wonderen, talen, eh, krachten... en dat soort dingen. En dat is bij ons niet zo het geval. Als je gelooft, dan word je dus door de heilige geest... in het lichaam gedoopt. En dat is alleen, dat is jood en heiden... waarin het merendeel heiden is. Met pinksteren heeft Christus... u, zegt Matthäus ook... Ja, Jans doop hij zegt tegen het volk Isa: Die zal jullie met de Heilige Geest dopen. Dus totaal andere doop. Andere groep die gedoopt wordt ook. Hè. En Christus is de doop, bij ons is de Heilige Geest. Dus duidelijk een verschillende geestesdoop. Uh, je ziet ook in de handelingen verschillende zienswijzen op het kruis. Want in handelingen 2, vers 36 zie je. Uh, Namelijk deze die gij gekruisigd hebt, zie je? Dat is een, een beschuldige, beschuldigende vinger. Kijk ook in 13, 3, vers 13. Zie je, de God Abraham's en Isaacs en Jakobs, de God onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verlogen voor het aanzet van Pilatus. Toen hij oordeelde dat men hem zou loslaten, hij wou hem loslaten en jullie zorgden, nee, hij moet aan het kruis geslagen worden. Ook weer een, in staat van beschuldiging gesteld. Dat hebben jullie gedaan. Schande. Ja? En daarom, de toorn komt. Omdat jullie dat hebben geëist. Jullie hebben de messias gekruisigd. Ja, dat is dus een hele andere manier. Kijk, 4, vers 23. Dat zegt, zie je ook dat. Uh, even kijken. Ja. Handeling 4, vers 23 dat is het gebed van de gemeente. Je ziet dat ze zijn losgelaten nadat ze voor de raad stonden. En dan zie je, dan gaan ze binnen in vers 24. Uh, Heffen ze hun stem op. En dan zie je dus uh, ook weer in vers 25 een psalm. Dat is, dat is ook weer een psalm die in vervulling gaat met Pinksteren. Waarom woeden de, de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Psalm 2, vers 1, dat herkennen ze. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de oven zijn bijeenvergaard tegen de Heer en zijn gezalden. Want in de waarde zijn vergaden tegen uw heilig kind. Welke Gij gezalfd hebt bij de Herodes, Speomtes Pilatus... met de Heiden en de volken Israël. Heiden zijn die de Romeinen. Om, nou ja, dan zie je dus. Ik uh, moet even opletten. Uh, ja. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaalt dat dat geschieden zou. God wist het van tevoren. En gaf toch Christus aan hun, zodat hij gekruisigd werd. Maar je ziet hier dus. Heel anders. is dus niet het, het roemen in het kruis. Nee, jullie hebben gekruist de Messias. We hadden hem aan moeten nemen. Je hebt niet geloofd. En nou komt de toorn. Dus bekeer je alsjeblieft. Als komt de toorn over dit volk. Jullie hebben gekruist. De Messias. In staat van beschuldiging. Maar wat zegt gelaten 6? Een hele andere zienswijze. Zoals Paulus daarnaar kijkt. Gelaten 6. vers 14. Maar het zij verder van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis, dan, uh, in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik de wereld. Je ziet heel duidelijk dat hij roemt in het kruis. Hij is blij. En ik ook, want ben ik blij dat, dat ze hem aan het kruis geslagen hebben. En ben ik blij dat Satan aan het kruis heeft verslagen. Want ik ben, ben ik blij dat de Heer hem uh, verbrijzeld heeft aan het kruis. Ja? Waarom? Dat was omdat hij daar tot zonde gemaakt had om te sterven als een offer van de zonde. Maar zo zagen ze dat met priesteren. Dus absoluut op die manier niet. Nee. Dat wisten ze allemaal nog niet precies. Dus daarom zie je ook een andere boodschap van Redding, in Handelingen 2, vers 38, dat hij zegt: Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonde. En dan zullen we de gaan van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat staat heel tegenover. En verderop in het boek van Handelingen. Eh, zie je, een, ik citeerde net Gelaten 6. Maar Gelaten is dus ook. Eh, misschien wel de eerste brief van Paulus geschreven. Na Handelingen 9. Weet je niet precies wanneer. Maar in ieder geval wel. Na de bekering van Apostel Paulus is dat geschreven. En dan zie je dat hij roemt in het kruis. Dus dat is een hele andere zienswijze. Maar Gelaten is dus ook in die Handelingenperiode geschreven. Zie je ook het boek Handeling? Ja. Maar dan zie je dus uh, dat, uh, even kijken, dat het totaal anders is. Het Pietse dus niet voor het lichaam van Christus is. En niet voor de de, de genade. De boodschap van redding is ook heel anders. En, en verderop in Handelingen 16, vers 31 zegt, de stok, zegt Paulus tegen de stokbewaarder: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Punt. Dat is toch heel wat anders bekeerd. Dan laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Tot verging van zonde. Nee, want kijk in Handelingen 13, vers 39. Wat houdt geloof in de Heer Jezus Christus aan? Uh, en ga je zo zalig worden in dan? Nou, Handelingen 13, vers. Uh, Handelingen 13, vers. Waar, uh, even kijken hoor. Vers 38, ja. Er is een toespraak in Antiochieën, in Turkije. In uh, Antiochieën, in Pisidieën. Pisidisch Antiochieën. Zette zet tegen de Joden in de synagoge... Zo zij u dan bekend, dus ook tegen de Joden, in de synagoge dan. Mannen, broeders, dat door deze u vergevende zonde verkondigd wordt. Hoe dan? En dat van alles waarvan gij niet konden gerechtvaardigd worden door de, door de wet van Mozes, door deze een die geloof gerechtvaardigd wordt. Kom! Gewoon geloven. Maar Je kan vergeven van zonde krijgen door te geloven in Jezus Christus. Dat is weer even een verdere omschrijving van wat hij zei tegen die stokbewaarden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hier zegt hij dus tegen de Joden in de synagogen. Eh, want daar gaat hij nog wel naartoe. Zodat ze toch nog een boodschap van redding kunnen krijgen. Onder Apostel Paulus. Nou, onder de wet kon je niet gerechtvaardig worden. Jullie hebben hem ook gekruist. Maar je krijgt ton of geen van zonde. Door te geloven in hem. Gewoon geloof in hem. Vergeven van zonde. Niet bekeer je, Laat je dopen. Nee. En kijk ook tenslotte in. Even kijken. Handeling 26, 26. Aan het eind van boekhandelingen. Wat zegt hij daar? Ook tegen de Joden weer. 18 en 19. Uh, nee, ik zeg het niet goed. Dat is tijdens de bekering van de Apostel Paulus. Let op dat in Handelingen 9 als Paulus bekeerd is. Op weg naar Damascus. En Christus verschijnt aan hem en dan zegt hij tegen hem. In vers 17. Verlossen u, Paulus, van dit volk en van de heidenen. tot de welke ik u nu zend. Dus Paulus werd. met de bekering van. Uh, op weg naar Damascus. werd hij naar de heidenen en heidenen gezonden. Hij ging dan naar Damascus En daar werd door Joden opgewonden. Ananias en zo. Want toen heeft hij nog wel Christus aan de Joden verteld. Ja, dit is toch de Messias die jullie gekruisigd hebben hoor. Let op. Maar wat is zijn boodschap dan in het vervolg? Christus zegt al tijdens een bekering over de Heidenen. Wat hij aan de Heidenen gaat verkondigen daarna in het vervolg. Om hun open te, o, ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergeving der zonde ontvangen. En een erfde onder de heiligen. door het geloof in mij. Ook weer rechtstreeks. niet via het volk Israël. Zij zijn niet meer dat zegenkanaal. sinds Paulus. krijgen ze rechtstreeks te door het geloof in Christus. vergeving van zonde. En waar lees je dat nog meer? 1 Korinther 15, vers 3 en 4. En ook weer door mij in Romeinen 10 vers. dat weet ik even uit mijn hoofd niet meer. Maar 1 Korinther 15, 3 en 4, ook een brief in de handelingenperiode schreven. Daar zie je dat, dat je vers 1 tot en met 4 eigenlijk, dat het evangelie waarin ze geloven, waardoor je ook zalig wordt. En dan lees je ook dat hij gestorven voor je zonde en opgewekt voor onze, uh, uit de doden. En, en, en dat is waardoor je gered wordt. Gewoon geloof Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En dan ben je gered dat is dus geloof in de heer Jezus Christus... eigenheid zal zalig worden. Nou, en dat zie je met Handelingen 2 vers 38... totaal niet zo staan. En dan is het ook... het sluiten aan het volk is al gericht... en Paulus richt zich tot de heidenen. Je ziet ook... Uh, de economische opdracht is heel duidelijk anders... in Handelingen 2 vers 44... en 45 zie je ook staan... dat zij zeer alles moesten verkopen. En terwijl Paulus zegt... in 1 Thessalonica 5... Vers 8, ook weer in de tijd van de handelingen geschreven. Na, eh, ver, stuk verderop, dus na Peach, na handelingen, stukken verderop, als Paulus verkeerd is, die schrijft dan: Als je de zijne niet verzorgt, dan ben je nog erger dan een ongelovige. Je moet je de zijnen verzorgen. Dat betekent, je moet werken. Hij zegt dan in de, in, ook in de Thessalonische brief zegt hij. Ik dacht, ik weet het niet meer, 2 Thessalonisch 3, vers 10. Wie niet wil werken zal ook niet eten. Zie je het? Nou, met, met Pinksteren zie je gewoon dat ze moesten alles verkopen. En ze verdeelden alles, al het goederen met elkaar. En ze aten in gemeenschap. Uh, en, en, en met elkaar. Het was gewoon een soort communisme, zeg maar. Maar dat komt, dat ze waren vervuld door de Heilige Geest. En ze verkochten alles. De opdracht nu is helemaal niet om alles te verkopen. Want ja, als ik dat doe, dan, dan, dan kom ik niet rond hoor. Dan heb ik geen geld. Ik heb in, in onze gemeente niet dat die mij gaan onderhouden. als ik, mij, als ik alles verkoop. Ik zeg: Ja, Jan, je moet, wel, je moet wel gewoon je brood gaan verdienen hoor. Zie je dat totaal anders is? En dan zie je dus in Pinksteren. zie je dat dus gebeuren. Met Pinksteren dat ze dat doen. Maar later niet meer. Dat betekent: in Pinksteren in het begin. is gewoon God nog volop met het volk bezig. En ook zie je de religieuze opdrachten. die zijn ook anders. Want. Kijk, ik, uh, vanwege de tijd, uh, zal ik het even maar zeggen, in Handelingen 2 vers 1, in Handelingen 2 vers 42 en 46, en ook in Handelingen 3 vers 1, dan zie je dat ze dagelijks naar de tempel gaan. Dus het is ook volledig, die tempel is in beeld, daar gingen ze dagelijks ook naartoe. Nou, en dan zie je ook in 5, Hallingen 5 vers 42, ook bij die tempel weer. Uit Paulus lees je dat helemaal niet meer. Nee. En dat is ook niet meer zo. Want Colossens 2, vers 16 zegt. Dat zal ik dan wel even lezen met jullie. Colossens 2, vers 16 zegt duidelijk:: um, Dat u niemand oordelen in spijzen of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwmaan of de sabbat. Allemaal dingen die onder de wet bij het volk al horen. En dan zie je ook. Uh, Feestdag, Pinksteren bijvoorbeeld. Sabbatten, ja, dat werd ook volop uh, gedaan. En hij zegt dat is de schaduw van de toekomende dingen. Die dingen hebben nog een vervulling straks na het lichaam van Christus. Het gaat nu in vers 17 om het lichaam van Christus. En niet dat wij aan dat soort dagen moeten houden. Colossens is aan het eind van handelingen geschreven. Maar let op in gelaten 4, halverwege handelingen, een vroege brief. Zie je ook dat Paulus al schrijft, ook, zie je ook duidelijk die boekhandeling maar, handeling 4 vers 8, toen gij, maar toen als gij God niet kende het, gij uh, degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel minder van God gekend zijt, hoe keert gij wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen? die gij wederom van voren aan wilt dienen... gij onderhoudt dagen en maanden... en tijden en jaren... ik vrees voor u dat ik enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb... zie dat? ze gaan weer die dagen onderhouden... die horen bij het volk Israël... Uh, ze gaan weer Pinksteren houden... de kerk nu ook, elk jaar vieren ze pinksteren... en vieren ze paasfeest... maar vooral een pinkster is zo... een, 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 een paas is natuurlijk afgeleid van paasga... maar dat zijn wel joodse feesten... En in het begin van het boek Handelingen hebben ze ook dat feest, is een Joods feest. En, en zij gaan, die, die Joden, de, de, de gelaten, gaan terug naar al die Joodse inzettingen. Ook dagen, maanden, tijden en, en jaren. Zie je dat? En die willen ze weer gaan dienen. En pauze zegt: Nee, te vergeet voor jullie arbeid en dus zie je heel duidelijk dat zou Peter niet doen want die zegt, nou, het is juist goed jullie onderhouden dagen, maanden, tijden, jaren want dat is namelijk van de wet en daarom ze gingen ook naar de tempel dat was allemaal nog niet afgeschreven dus ja um, ik hoop dat jullie hiermee dit zien dat uh, dat Israël dus nog niet gevallen is ik zit even te kijken of ik nog wat vergeten ben ja, nou ja, dus het begin van handelingen is een verslag van dat ze Pinksteren ervaren. Dat is handelingen 2 vers 1 tot 11, dit zeg ik even erbij hoor, gewoon, daar kan je over nadenken. Dat, ze, dat Pinksteren ook verklaard wordt, uitgelegd wordt, dat zie je in handelingen 2 vers 12 tot 47. Je ziet Pinksteren in beeld gebracht, dat zie je in handelingen 3 vers 1 tot 11. Je ziet ook dat Pinkster is gepresenteerd in Handelingen 3 vers 12 tot 4, hoofdstuk 4 vers 22. Je ziet ook Pinkster herhaalt, Handelingen 4 vers 23 tot 5 11. Je ziet ook dat Pinkster weerstaan wordt in Handelingen 5 vers 12 tot 42. Je ziet ook dat Pinkster uitgebreid wordt in Handelingen 6 vers 1 tot 7. En dan zie je ook dat Pinkster verworpen wordt. En dat zie je in Handelingen 6 vers 8 tot 8. Vers 1. Pinksteren, dat wil zeggen, de hele gebeurtenis. Wat er met Pinksteren gebeurde. Een vervulling vanuit het Oude Testament. Het was een Joods feest. En God was met dat volk gewoon nog bezig. Ze zijn met het kruis niet gestruikeld. Ze zijn eh, niet gevallen, ze zijn gestruikeld. Hij is gewoon al die tijd, wat ik net dat laatste stukje ook las. Tot, handelingen, tot met handelingen 8, zijn ze. Uh, Israël is het nog steeds aangeboden geweest? Ze zijn nog volop daarmee bezig. God gaf ons nog steeds de kans. Maar dan, dan komt op een gegeven moment de val van Israël. En dan komen we bij Steven En dat gaan we de volgende keer met elkaar zien. En daarna de struikeling. Dus dit was het voor vandaag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.